Ik ben echt gek van deze telefoon, hoor. Echt waar. Ik kan er niet langer meer mee omgaan. Ja, kap er steeds mee. Ik krijg er gewoon steken van in mijn linker oogbal. Anyways, ik zei... Trump... kan een verbetering zijn... of... niet. Dat wou ik helemaal niet zeggen. Ik wou zeggen, kom dat ik het voor de tweede keer doe. Ik zei net, het kan of ontzettend goed gaan, of ontzettend fout. En natuurlijk is mijn melk op. Fuck. Nou, ik wou sterke koffie. Ik moet wel een beetje water hebben. Ik heb echt pijn aan mijn linker oogbol. Is dat gek? Wat heb ik dan? Ga ik dan dood? Ik moet mijn bril gewoon vaker dragen. Zo. Moment. Ik ga even klaarkomen van mijn koffie. Jullie zijn er nog. Wie blijft er nou zitten als ik zeg ik ga even klaarkomen van mijn koffie? Ach, als jullie lid zijn van mijn kanaal, dan moet je wel wat gewend zijn. Anyways. What to do today? Nou, eigenlijk niet veel. Ik heb niet normaal beweging. Ik heb twee truien aan en een jas, een muts... en ik heb het nog koud. En ik zit binnen. Misschien mijn kachel hoger zetten. Ook nog. Kap nou. Als jullie deze video kunnen kijken zonder één keer mee te gapen. Dan vind ik dat echt knap. Op hoe hoog zal ik hem zetten? 25,5. Ik zit net. Dit gaat altijd zo soepel. Hè? Ik zeg net, ik ben te dun voor kou. Oh, heb ik dat gezegd? Nou ja, ik plak twee filmpjes straks aan elkaar omdat mijn telefoon ermee kapt. Hè? Voor als ik het niet gezegd had net, ik ben te dun voor de kou. Echt, ik ben daar gewoon te dun voor. Ik ben wel 4 kilo, bijna 4 kilo aangekomen. Ik ben aan het vreten zodat ik mijn wintervacht krijg. Dunne mensen leven niet lang in de kou. Nee. Nee, even serieus, ik was te dun. Dus ik ben gewoon lekker goed aan het vreten. En volgens mij ben ik in mijn gezicht al iets aangekomen. Tenminste, mijn buik wel. Mijn benen, ja, mijn benen blijven altijd stokken. Dat wordt niet dik. Dat is een familiekwaaltje. Dus, daar kan een flinke lul in. Sorry. Ik ga deze uitzetten. Sorry, ik krijg nieuwe buren. Want dat zo. Zie je dat raampje daar? Daar komen nieuwe buren. Ik zit hardop te lullen over, hardop te praten. Weet je dat mensen me gewoon kunnen verstaan beneden? Van de overkant. Deze huizen zijn geweldig, maar ze zijn gehoorig de best. Als ik een scheid laat, komt de buurvrouw hiernaast vragen wat ze achter wil doen. Nu begrijp ik waarom deze buurt zo stil is. Niemand durft zich te bewegen. Gelukkig hebben we daar een scheid aan. Oké, ik ga mijn koffie opdrinken. En dan ga ik opruimen, want ik weet niet of je de achtergrond al hebt gezien. Ik slaap op de bank en het is nog een zootje. Ik ben echt net thuis. Ik ga muziek aanzetten. Oh ja, ik ben morgen jarig. Ik word 41. Hè? Niks? Bye.